Dennis van der Ree, ik hoorde iets over schoenen door een kleedkamer. Ja, nou ja, daar was ik wel blij mee. Het was niet gelaten in de kleedkamer na de wedstrijd, maar er waren een aantal ballen kwaad, waardoor er een paar voetbalschoenen door de kleedkamer vlogen. En dat is goed, denk ik, in de situatie waar we nu zitten. Mensen zijn niet gelaten en dat geeft dat ze het niet opgeven, zeg maar, is goed dat ze dat doen. Waar komt de woede vandaan, van hoe makkelijk je de goals tegen krijgt? Ja, vooral dat. We speelden prima. Zeker de eerste 20 minuten dat we twee kansen creëerden die we hadden kunnen maken. Dan hadden we 2-0 voor kunnen staan en dan geef ik een cadeautje weg. En daarna moet je eigenlijk de hele wedstrijd tegen die achterstand aanvechten. Kom je constant wel terug met veel kracht. En dan geven we een goal weg eigenlijk. Het is niet zo dat Volendam ons uitspeelde, zeg maar. Het is een hele ongelukkige terugspeelbal van een jongen die ook nog zijn debuut maakt. Hoe kijk jij verder naar zijn debuut? Zoals ik hem daarvoor ook al gezien had op de training en wat beelden. Sterke, grote centrale verdediger die de vooral is om te duelleren. Dus op dat gebied goed. Ja, alleen het is heel erg vervelend dat hij zo terugspeelbal heeft natuurlijk. Omdat hij hier nog maar net is, heb jij getwijfeld om hem in de basis te laten beginnen? Of was dat best wel een keuze die je snel kon maken? Het was meer de keuze, hij zou spelen samen met Mats en dan zou Radinho daarna spelen. Alleen Radinho kon op het laatste moment niet spelen en daarom heb ik gekozen om Tijmen op te stellen. Omdat dat Tijmen ten opzichte van Radinho wel een voetballende speler is. Op zich speelden jullie aanvallend volgens mij best wel zoals je dat zou willen. Irandus met een goede assist op Peppi, waardoor je nog op 2-2 komt. Maar uiteindelijk sta je toch met lege handen. Hoe ga je het tij keren? Is er al een soort van wanhoop af en toe of valt dat mee? Ja, wanhoop is juist geen wat je niet zou moeten doen. Uiteraard ben je constant teleurgesteld en is het niet gek dat er een paar voetbalschoenen door de kleedkamer gaan. Maar tij keren is door, wat ik zei, het spel was op zich prima. Alleen we moeten echt iets gaan doen hoe we het in de 16 voor elkaar gaan krijgen. Want op deze manier ga je geen wedstrijden winnen. Dus daar gaat de komende tijd echt de focus op. Want dat moet echt beter. Dankjewel.